wordt het tijd om het werk te gaan verdelen in voorpand, mouw, achterpand, mouw en het tweede voorpand. Je ziet dat ik hier natuurlijk al veel verder ben. En je ziet ook dat hier de raglans al zijn uitgezet. Goed, als dit nu je hele werk is. Dit, ik laat het jullie ook hier even op zien. Dan ga ik jullie nu zeggen waar je een markeerder, in welke steek dat je een markeerder moet zetten. Op deze manier. Dus gewoon aan het ribbeltje van de rechte steek aan de goede kant van je werk. Ja? Dus die zet je er zo in. Dus om te beginnen hebben we hier de 7 steken van het boord. En dat tel je dan nog 8 steken verder. Dus dit zijn er 15. En in de 15e ribbel, daar zet je een markeerder. Dat kun je ook van de andere kant doen. Dus dit zijn er 7 en dat zijn er 8. Dus in de 15e zet je een markeerder. Dus van hieruit is hetzelfde. Ik pak even het proeflapje erbij. Pak je 15 steken en in de 15e steek, daar zet je een markeerder in de ribbel. Dus niet in de steek, want die moet je breien, maar hier gewoon in de ribbel. Vervolgens tel je door. Dus dit is de 15e. Dan tel je door en dan ga je weer 13 steken tellen. En in de 13e, in de 13e ribbel, zet je weer een markeerder. Van daaraf ga je weer tellen en dan tel je er 22. In de 22e ribbel zet je een markeerder. Vanaf daaruit ga je weer verder en tel je er weer 13. En in de 13e steek in de ribbel zet je weer een markeerder. En blijven er, als het goed is, als je goed geteld hebt en goed gebreid, blijven er hier 15 over. En van daaruit gaan we dus de raglans uitzetten. Het ziet er dan ook vervolgens zo uit. Hier zit het boord. 7 en 8 is 15. In de 15e zet je een markeerder. Je telt er 13. In de 13e zet je een markeerder. 22 voor de rug. Daar zet je een markeerder. Weer 13. Daar zet je een markeerder. En er blijven 15 steken over. Goed. Hoe gaat nou de raglan in zijn werk? Ik doe het dus één keer voor. We maken eerst onze 7 steken boord. 3, 4, 5, 6. En dat is 7. En nu kunnen we gewoon verder gaan in de tricotsteek. En dat doen we tot 1 steek voor de markeerder. Dus dit is de 15e steek waar dus de markeerder zit. En we breien in tricot tot aan de steek voor de markeerder. Dus dat is deze. Goed, we kunnen dus nu gewoon recht breien. Want we willen nu de tricot steken. En dat betekent aan de voorkant recht en aan de achterkant averecht. Goed, ik ben dus nu bij de markeerder en dat geldt dus overigens voor elke keer. Dus wat ik nu voordoe is bij elke raglan is dat hetzelfde. Bij elke markeerder is dit hetzelfde. Goed, het zijn deze 2. Die ga je breien op een rechte manier. Dus je breidt ze samen. Dus gewoon samen breien. Dat is 1. Dan maak je hem wat langer. Je maakt een omslag. En je breidt nog een keer. In dezelfde steek. Kijk, en dan heb je 3 steken uit 1 steek. Dat betekent dat je nu 2 steken hebt gemeerderd. Ik laat het je nog een keer zien. Dit is de steek voor de markeerder. Die 2 die brei je recht samen.
Dus je haalt er eerst één steek uit. Die maak je iets langer, want je schuift je naald terug. Dan maak je een omslag. En je gaat nog een keer in diezelfde twee steken. En je breidt nog een keer een rechte steek. Nu heb je drie steken. En die twee steken waar je dus die drie hebt uitgehaald, dat laat je gewoon van je naald afglijden. Nu heb je deze twee. En die twee, dat zijn de volgende twee, die gaan we via de achterste lus samen breien. Dus niet via de zo, maar via de achterste lus zo. Haal je één steek uit en je doet precies hetzelfde. Je maakt een omslag. En je steekt nog een keer in diezelfde steek via de achterste lus. En dan heb je hetzelfde. Doe nog één keer hoor. Deze twee steken heb je via de voorste lus gemaakt. Deze twee die brei je via de achterste lus samen. Dus je gaat niet naar boven, maar je gaat eigenlijk, je steekt in naar beneden. Dus van rechts naar links. Achterste lus, daar haal je een steek uit, je maakt een omslag en je steekt nog een keer in diezelfde steek. En dan laat je die twee steken vallen. Dus je hebt nu de steken van je raglan gemaakt. Vervolgens brei je dan weer tot aan de volgende raglan en herhaal je het proces. Eén steek voor de markeerder. Dat doe je dus over de hele rij. En dan heb je het uitgezet en dan kun je de markeerders gewoon weghalen. Maar laat je markeerder wel zitten, zodat je weet wat de voorkant is. Laat één markeerder zitten. Goed. Ben je dan bij je laatste raglan ben je weg. Dan brei je door tot aan de laatste zeven van het einde van je naald. En dan maak je je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je 6 steken van het boord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste haal je gewoon averecht af en die brei je niet. Goed, wat gaat er dan gebeuren aan de andere kant? We steken weer in de achterste lus. Dan brei je hem wel. En aan de achterkant breien we gewoon averecht. En dat betekent alle steken averecht. Dat betekent ook de steken van de meerderingen. Dus daar ga ik nu gewoon even naartoe. Dus ik blijf gewoon averecht breien. Ik ben hier dus bij de raglan aangekomen. Dus dat is één steek. Die brei ik averecht. Dat is die omslag. Die brei ik averecht. Dit is de volgende steek van de eerste figuur. En die brei ik ook averecht. En dat doe ik bij de tweede ook. Ik brei de steek. Ik brei de omslag. En ik brei de tweede steek. Goed, nu heb ik mijn raglan verwerkt. En kan ik weer door naar het volgende. Dus de teruggaande naald, de averechte, is eigenlijk altijd heel simpel. Deze neem ik weer af. Kijk. En heb je hier de raglan. Zie je? Goed. Gaan we door naar de volgende rij en van dan af kunnen jullie het zelf. De eerste die breien we. Zo. Dan 6 averecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we weer naar de
volgende meerdering toe. En dan laat ik je zien waar ik stop. Even kijken. Kijk, dit zijn de drie steken die wat we dus uit die eerste meerdering hebben gehaald. 1, 2, 3. Die hebben we dus gebreid. Dat kun je zien. Eentje, die gaat dus nu mee in het patroon. Dus je komt nu die drie tegen. Je kunt het ook zien, want er zit echt een scheiding tussen. De eerste die brei je mee. Die gaat mee in het patroon. Je ziet ook dat die dan scheef begint te lopen. Dat is de bedoeling. En de volgende twee, die brei je weer zoals we dat daarnet hebben gedaan. Je steekt gewoon in alsof je hem recht wil breien. Je breidt er ook één recht. Dan maak je een omslag. En je haalt er een tweede steek uit. Ja? Hier geldt precies hetzelfde, alleen omgedraaid. Je gaat via de achterste lus neem je de steken op. Je breidt recht. Je haalt er een steek uit. Je maakt een omslag en je gaat nog een keer via de achterste lus. En haal je er nog een steek uit. Dat is dan die eerste wat aan de andere kant ook. En die gaat mee in het patroon. En dan brei je weer tot aan de volgende raglan. En dan herhaal je precies hetzelfde. Totdat je natuurlijk weer op het uiteinde van je werk bent gekomen. Dan maak je je 6 boordsteken weer. De laatste brei je niet. Die neem je averecht af met het garen aan de voorkant. Je keert. Je breidt je eerste steek, je kantsteek, recht via de achterste lus. Je maakt je 6 boordsteken averecht. Maar de hele naald is weer averecht. Dus van hieruit is het eigenlijk alleen waar je moet opletten. Dat zijn de raglans. En je kunt precies zien, ik blijf gewoon hetzelfde doen. En dan krijg je deze hele mooie raglan. Die krijg je zo. Een soort van open vlecht. En we gaan nu weer door tot aan de voorbeeld van de raglan. Kijk, en hier zitten die drie steken weer, zie je? Je breidt de eerste averecht, je breidt de omslag averecht en je breidt de tweede averecht. Dat doe je met de volgende ook. De steek, de omslag en een steek en je gaat weer door. Tot aan de volgende raglan. En dat herhaal je uiteraard weer totdat je alle raglans gehad hebt en aan de andere kant van het pand bent aangekomen. En dan ga je weer door tot het einde van je naald, over het boord, tot aan de laatste steek. En die haal je averecht af. En klaar is Kees. Kijk. En nu zie je wat er gebeurt. Dan krijg je dus al dat die mooi begint uit te zetten. En hier zie je dan ook de steken die wat scheef gaan lopen en die neem je mee in het patroon. Hier vormt zich dan dat trappetje wat je hier ziet. Zie je? Bij het ene garen zie je natuurlijk duidelijker dan bij het ander. Dit is een merino. Dit is een baby acryl. Dit is een merino garen. Ook merino baby, maar dit is een merino acryl. Dus je ziet wat ik zei al, het verschil. Dus je herhaalt dit nu totdat je 23 van deze raglans hebt. Dus dat, daarvoor tel je dus deze scheve lijntjes. Dan kun je dus heel goed tellen totdat dat er 23 zijn. Dus constant hetzelfde. Gewoon door blijven gaan. Je neemt dus de eerste steek neem je mee in het patroon zoals ik jullie net liet zien in het mintvestje. Je breidt, je breidt, je breidt. Totdat je 22 raglans hebt. En dan meld ik me weer bij jullie terug. Nu gaan we weer door met het grote werk. Dus ik laat het proeflapje voor wat het is. Nu gaan we hiermee door. We nemen weer
We hebben dus nu die, al die raglans gemaakt. Dat zijn er dus 22 in totaal. En je hebt nu de verkeerde kant van je werk voor je liggen. Je breidt de eerste steek, die breid je uiteraard recht. En je 6 boordsteken. Ik moet hier een knoopsgat maken. Ik heb dat zelf bepaald waar ik de knoopjes heb, dus ik maak hier een knoopsgat. Waar jullie het maken, dat moeten jullie zelf bepalen, maar de wijze is hetzelfde als het eerste knoopsgat wat in de vorige video te zien was. En je breidt nu helemaal tot aan de eerste. Nee. Tot aan de volgende raglan. Dus we breien hem helemaal. En dan ben ik hier aan de raglan. Dat zijn die 3. Die brei ik nu averecht mee. 1, 2, 3. En dat doen we ook over de volgende. Tot aan de volgende draad. Dus we nemen de mouw mee. Dus dit is het voorpand en we breien door over de mouw. Helemaal tot aan de volgende raglan. En zoals je kunt zien ben ik er bijna. Ik brei dus over die eerste 3. Over deze eerste 3. Daar ga ik breien. 1. 2, 3 en dat was het. Wat ik nu ga doen, dat is een steek meerdere en dat doe ik dan vervolgens door de draad 2 keer om mijn vinger te draaien. Zo. Dan pak ik deze steek, deze draad, die pak ik op. Dan ga ik hier onderdoor. En dan laat ik hem los. En dan heb ik een extra steek bijgemaakt. Zie je? Dan keer ik. Dit laat ik voor wat het was. Wat het is voor nu. En breien we terug in rechte steek. Tot aan de volgende. Raglan hier. Goed. Deze steek. Die steekje, die wat je net hebt bijgemaakt, maak je van de achterkant. Maak je een steekje bij. Dat brei je. En je breidt dus helemaal terug naar de komende raglan. En daar herhalen we precies dezelfde truc even. Dus we breien nu terug over de mouw in rechte steek. Want dat blijven we natuurlijk doen. We blijven die tricotsteek, die blijven we volgen. Dus we gaan even helemaal terug naar de raglan weer. En daar ben ik nu. Daar brei ik over die 3 heen. Zo. Dan zit ik in het midden van de raglan. En dan maak ik er weer een bij, net zoals ik dat aan de andere kant gedaan heb. Ik draai de draad 2 keer om mijn vinger. Dan pak ik deze draad. Ga ik onder dat ding door. Dan heb ik een steek, die laat ik los. En dan heb ik keurig een steek bijgemaakt. En dan keren we weer. En dan breien we dus weer alles averecht.
Je blijft dus nu breien over de mouw. Gewoon, je maakt nu ook geen steken meer bij. Dus aan de voorkant brei je recht. Aan de achterkant brei je averecht. En je laat de kant steken zodra dat je zover bent dat je die meerderingen verwerkt hebt. Ga je de kant steken op precies dezelfde manier verwerken als dat je de kantsteek van je boord hebt verwerkt. Dus bij de laatste brei je hem niet, haal je hem averecht af. En aan het begin brei je hem via de achterste lus. En dan krijgt ook de mouw dit. En als we hem dan straks aan elkaar moeten naaien met de matrassteek, wordt dat een keurige naad die wat je bijna zo goed als niet ziet. Goed, we breien dus door totdat de mouw een totale lengte heeft vanaf de oksel. Dus waar je nu separaat door gaat breien. Dus dat zie je dat hier een lengte aankomt. En de mouw moet 18 centimeter zijn. Als we bij die 18 centimeter zijn, dan meld ik me weer terug en dan gaan we verder met de afwerking van het boord.